Welkom en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe aflevering van Game Channel. Vandaag wil ik je graag laten zien hoe je een scenario maakt. Allereerst druk je op Build. En wij willen heel graag een scenario maken naar Nijmegen, omdat het, dat de hele tijd bij mij niet lukt. Dus vervolgens drukken wij hier op Nieuwe Route. Oh, wacht, sorry. Scenario drukken wij natuurlijk op. En we gaan naar um, het hart van Nederland. Dan druk je op een nieuw scenario en je wil een standaard scenario hebben. En wij beginnen op Arnhem. En we noemen het Nijmegen met de DDZ. Oké, okay, wij zeggen create. En wat nu opent, is een lege wereld. Oké, okay, en onze uh, lege wereld als het ware is geopend. Um, wat je allereerst doet, dat is natuurlijk een uh, leuk stationje uitzoeken of een perronnetje... waar je zo meteen je DDZ gaat neerknallen. Nou, hier hebben we rechtsboven de naam uh, aangegeven. Daaronder heb je supply, dus uh, des, destruction. Sorry. Uh, nou, uh, we, gaan, uh, we gaan met de ddz naar Nijmegen. Hieronder kan je ook nog uh, iets leuks zetten wat erbij komt. Succes of nee, wacht. Um, uh, scenario. Uitleg. Zodra het even noemen. Het is vandaag. 10. Uh, 11 2015. Wij geven hem uh, ja één ster. Hij is best makkelijk en uh, het duurt ongeveer een kwartier. Nou de tijd. Het is 10 uh, uur s morgens en het is nog steeds zomer en dit hoeven wij allemaal niet aan te passen. Um, dus dit is eigenlijk een beetje de, de installatie van hoe je scenario er voor het spelen uitziet, de namen en dergelijke. Nou, vervolgens hebben wij dat allemaal gedaan. Wij gaan hier vervolgens linksboven. Naar uh, consist. En ik zal heel even mijn webcam veranderen om het iets duidelijker te maken. Zo, dat lijkt mij iets makkelijker dit. Als jij hier links kijkt. Dan zie jij. Uh, <laughs> grappig is dat, als je hier links kijkt. Dan zie jij hier uh, de consist staan. En daar druk je eigenlijk als eerste op. We gaan nu even dus naar de trainer toe. Uh, wij willen heel graag de DDZ hebben. Dus we gaan naar NSDDZ. Een kort DDZ doen we om het even allemaal heel makkelijk te maken. Nou, ik heb natuurlijk een Xbox controller om het uh, allemaal nog wat makkelijker te, te doen. En uh, vervolgens doen wij zo. Nou, onze DDZ staat bij deze. En dan doen wij, uh, geven wij hem een, een player. Dat doe je hier linksboven om op het uh, driver knopje te drukken. Nou, je ziet, je hebt een driver. Hier uh, links daaronder heb je een timetable view. Als je daarop drukt, kan je hem hier een naam geven. En wij geven hem DDZ. Het is een uh, Stopping Passengers... En ik wil deze, en ik wil die hebben. En zoals je dat kan zien, zie je hier een P. Dat betekent, dacht ik, dat wij de bestuurder zijn. Nou, wat we allereerst doen, um, is uh, om te kijken waar die zit. Dat is hier. Wij laten natuurlijk allereerst, als je het uh, scenario begint, de passagiers in en uitstappen. En dat doe je zo. En vervolgens, als jij hier kan je aangeven hoe snel je de passagiers ingestapt wil hebben. Je kan er ook nog een uh, tijd aankoppelen. Dat geef je hier een klokje en dan kan je eigenlijk gewoon alles tijdgebonden maken, zoals ze dat noemen. Komt er hier ook uh, een uh, klokje achter de tijd, zeg maar, te staan. En uh, nou ja, dat, dat, is, dat kan je doen, maar we gaan het vandaag heel simpel houden. Nou, um, rij nu in één keer door naar Nijmegen. Nou, hebben wij dat gedaan. En vervolgens gaan wij met onze kaartcontroller naar Nijmegen toe. En ik wil eigenlijk hier stoppen met onze trein. Dus we laten hier ook de passagiers in- en uitstappen. Oké, okay, nou, de passagiers zijn in- en uitgestapt. En we maken hier gelijk ook een final destination van. Dat doe je door op het blauwe knopje bovenin te drukken. Nou, en dan vervolgens zie je een blauw kopje. Hier, alle tekentjes staan hier ook bovenin, dus dat is alles wat je eigenlijk kan uitvoeren. En wij stoppen uiteraard op het uh, laatste uh, station waar wij zijn gekomen. En zoals je kan zien duurt het inderdaad ongeveer een kwartiertje voordat je er bent. Nou, um, dan hebben wij de DDZ hebben wij ingesteld. Um, vervolgens gaan wij een, uh, een trein laten tegemoetkomen. Zo kan je je treinen instellen wat ik nu ga doen. Dit is dus je passagierstrein, dus dit ben jij. Maar verder rij je hier nog geen andere treinen. Nou, dat wil ik je graag laten zien. Uh, wat je dan doet, ga je gaat gewoon naartoe op de plek waar je heen wilt. In dit geval is dat dus uh, dit. En wij zetten hier een... Wat zullen we doen? Een SLT. Zullen we dat wel doen? Dat vind ik wel leuk. Dus dan zoek je hier links in je lijst SLT. En zoals je kan zien hebben wij een SLT met 10 bakken. En wij zetten hier de... In de tijdlijn, eigenlijk als het ware, zet waar je hier neer dat het een, een, een even kijken: een, een stopping passengers train is. En we gaan hier even kijken waar die zich bevindt. Die bevindt zich hier. En we gaan dan terug naar Nijmegen, even, of Arnhem, sorry, dat is hier natuurlijk. En we gaan dan even kijken. Hier staat onze DDZ ergens opgesteld. Ja. Laten wij hem hier stoppen. Dat betekent gewoon dat hij gelijk doorrijdt. Als wij wachten, dan komt die trein hier naartoe. En die trein rijdt gewoon zijn eigen ritje. Dus uh, wij laten hem uh, hier de passagiers in en uitstappen. Vind ik wel leuk om dat uh, hier te doen. En hier geven we hem ook gelijk een uh, final destination. Zo, en als je nu kan zien, is de trein dus compleet. Je kan hem eventueel ook later laten vertrekken. Dat doe je dan bijvoorbeeld zo, om hier een latere tijd aan te geven. En dan is het altijd een beetje testen en alles of, de, of, het, of het klopt, zeg maar. Dus, uh, nou ja, we geven hem hier. Uh, dit is de Player Concession, dus dat rij je eventueel in als je een Player bent. Uh, player klikt wel heel raar. Uh, en hier kan je dus aangeven van unload als je hem start, zeg maar. Dus moet hij dan de passagiers in en uit laten stappen. Dat is nu helemaal niet nodig. Uh, we zijn hier dus de dingen. En ik zou zeggen. Dit is eventjes een uh, hele simpele uitleg. Uh, hier zien wij dus dat we gelijk naar Nijmegen gaan. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook nog toch nog heel eventjes wil kijken. Of er een, uh, een uh, leuke trein zich uh, uh, erbij kan. Nou, wat je dan doet, hier ga je gewoon weer terug naar. Um, Arnhem in dit geval. Daar vliegen wij gewoon weer naartoe. En dan zet je hier aan de zijkant gewoon een trein neer. En vervolgens zet je gewoon geen player assist erin. Dus je geeft hem geen driver, als het ware. En ik denk dat het wel leuk is om dan uh, een. Uh, wat zullen we eens doen? Dat is natuurlijk hier doen. Laten wij gewoon een, een uh, VRM 6 en plus 4 doen. En ik denk dat dat uh, zoiets wel. Uh, zo wel leuk is. Nou, ik zou zeggen, laten wij eens kijken of het scenario werkt. En wij drukken op save. Je kan trouwens ook nog altijd op F2 drukken, mocht het 7 misgaan. Dus, uh, nou ja, ik hoop het natuurlijk niet, maar dan weet je dat in ieder geval. Dus laten wij kijken of het scenario werkt. Nou, tot nu toe werkt het nog. Um, wat je allereerst dus doet, is de passagiers in en uit laten stappen. Wij laten de richting, de dingen doen wij aan heel raar maar nee, nee, Nijmegen staat er niet op. Nou, je ziet nu instruction complete. Rijd nu in één keer door naar Nijmegen. Nou, dat hebben we natuurlijk net samen ingesteld. Dus uh, wij gaan dat dan bij deze ook doen. ATB is aan. Ik zou zeggen, here we go. En we laten het even. Ik laat het even snel in een paar klikken zien. Dus uh, je zult niet heel de rit bekijken helaas, maar um, nou ja. Nou en zoals je misschien net ook al gezien hebt, um, de dingen, de film, die staat natuurlijk gewoon hier gestald. Die niks doet. Dus uh, nou ja, dan kan je wel zien. Hier staat die VIRM. Lampjes zijn uit, dus staat niks ingesteld. Dus die gaat ook niet rijden. Nou, en als je hier ziet, de SLT, die komt prachtig voorbij gereden. En ja, het is hem. Dus je kan zien, zo simpel is het. Tot zover de tutorial. En zo zien we, zijn we opeens op station Nijmegen aangekomen. Hopelijk uh, heb ik uh, je iets kunnen bijleren voor een uh, simpel scenario. Het kan natuurlijk veel uitgebreider, maar dit is wel een beetje de basis die je allereerst onder de knie moet hebben. En het is gewoon veel oefenen. Maar natuurlijk zou ik het super tof van jou vinden als jij mij een scenario zou sturen die jij gemaakt hebt met mijn tutorial advies. Dus uh, hopelijk zie ik een maquettje voor je verschijnen. En ik hoop natuurlijk dat je iets aan deze tutorial gehad hebt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer weer op Game Channel. Ik zeg doei!